De Boswachter geeft kindercollege in de Biep van Groesbeek. Mobiel Media Lab van de politie in Millingen. Hobby en snuffelroute in de Ooi. Voorjaarsmarkt te Kekerdom. En thema Oekraïne in de koffiesalon van Kekerdom. Maar eerst. Dinsdag 5 april gingen bij het inparkeren op de parkeerplaats van Albert Heijn te Millingen iets mis. En raakten enkele voertuigen beschadigd. De brandweer die aanwezig was, hoefde niet in actie te komen. De bestuurster bleef gelukkig ongedeerd. Rond 1912 werd op het kerkhof van Millingen aan de Rijn de Calvarieberg gebouwd. Een plaats waar parochieherders hun laatste rustplaats vonden. Rond deze Calvarieberg werden 7 kastanjebomen geplant. Mogelijk verwijzend naar het getal 7 in de Openbaring van Johannes. Helaas moest een van deze bomen verwijderd worden, gezien de slechte staat. Woensdag 6 april kwam Henk Klaassen, al meer dan 50 jaar boswachter, een kindercollege geven in de bibliotheek van Groesbeek. Ook enkele ouders waren geïnteresseerd en bleven met veel plezier luisteren. Wat wil je ze bijbrengen? Respect, klein beetje kennis, dat vind ik niet zo belangrijk. Maar beleving, dat vind ik heel belangrijk. En daarom heb ik hier alles in natura liggen, schedeltjes en dingen, tastbare dingen. Die vind je niet in de boeken. Maar die vind je hier wel vondsten in het veld, wat ik allemaal in de loop der jaren gevonden heb. Heb ik thuis een klein museumpje en het is een kleine verzameling van wat ik heb. Wat doet 50 jaar boswachten met je? Heel veel. Nu besef je pas hoeveel tijd en energie erin gestoken hebt. Rendement, soms mis ik dat wel een beetje. Als ze volwassen zijn, dan haken ze vaak af. Of ze nemen het niet zo nauw met de natuur. Dat vind ik wel jammer. Maar ja, ik moet proberen. Ik wil dat ook. Ik wil de kennis delen. Dus ik wil kennisoverdracht aan jeugd, en vooral aan jeugd. Dat vind ik heel belangrijk. We hebben een koolmeeskastje. Hebben jullie dat wel eens gezien van binnen? Ja, ik heb er even een papieren zakdoekje in gelegd. Zie je dat? Eitje koolmees. Zie je dat? Klein. En dit hier, dit gat. Dit is precies de maat van koolmees. Een pimpelmees die vindt dit te groot. Een mus vindt het te klein. En een koolmees vindt het precies goed. Ja. En het mooie van de patrijs is dat hij het dopje van het ei schuift hij erin. En zo vind je ze allemaal. Er is niet één vogel die dit doet, alleen de patrijs doet dit. Mooi in elkaar schuiven, klaar. Kippen kunnen dat ook doen. Ga naar buiten. Ga naar buiten. Kinderen zien alles. Probeer maar een antwoord te vinden, anders zoek het op. Het liefst in de boeken. Er zijn hele oude boeken, er zijn nieuwe boeken. Tegenwoordig op internet is heel veel op te zoeken. Dat is niet mijn drijfveer, dat doe ik liever niet. Ik heb liever uit de boeken gewoon in natura dat je kunt zien dat je iets tastbaars hebt. Dat vinden kinderen heel belangrijk. En luister naar die kinderen, want die kinderen zien echt veel en heb respect voor. En sta ook stil als een kind wat vraagt. En dat mis ik nog wel eens, ook al heb je de kennis niet. Boswachter Henk gaat ook nog op 13 april naar de bibliotheek van Leut. En op 20 april komt hij ook nog naar Beek. Zaterdag 9 april stond het Mobiel Media Lab van de politie in Millingen. Jong en oud konden vragen stellen. De politie gaf informatie en wilde ook de mening van de bezoekers horen. Deze truck wordt ook landelijk ingezet ter ondersteuning van het politiewerk. De wijkagenten waren de hele dag aanwezig. Dit Mobiel Media Lab komt zondag 10 april nog naar de Waterstraat in Beek en zaterdag 23 april naar het centrum van Groesbeek.
We zijn hier een hobby- en snuffelroute in de Ooi gestart. Eigenlijk omdat Millingen deden ook al en wij wilden hier eens een keer proberen hoe dat er hier ging. We hebben het met z'n tweeën georganiseerd, ook al om een jaar te proberen. Anja Schel en Erna Driessen, ik dus. Wij hebben gekozen voor hobby- en snuffelroute. Dus mensen die een bepaalde hobby hebben, zoals hier is vooral bedrukken van dingen. En verderop zit iemand die tassen zelf maakt, er is iemand die borduursels maakt, iemand die papierkunsten maakt. Dus dat hebben wij erbij gekozen en dan de rest is allemaal rommelmarkt, zeg maar. Hè. Dus spullen die uit de schuren vandaan komen of uit de kelders, die worden volop verkocht. Ik moet zeggen, we zijn heel tevreden, het loopt aardig. Prachtig weer natuurlijk. Dus, Wat komen ze niet, de mensen? We hebben een voorjaarsmarkt georganiseerd voor vooral Kekerdomse mensen die mooie dingen maken. Eerste keer. Ja, ik ben niet zo lang beheerder van het cultuurhuis en dus we hadden eigenlijk een kerstmarkt georganiseerd, maar dat is niet doorgegaan vanwege de corona. En hebben we het nou opnieuw gedaan, dezelfde mensen aangesproken en iedereen is enthousiast. Ik ben medebestuurslid van het cultuurhuis. En we zijn pas anderhalf jaar bezig, nou ja, net ook met die coronatijd. Ja, en wat Monique vertelt, het zou al eerder plaats hebben gevonden, maar nu kan het lekker doorgaan. En we zijn dolblij, want we stikken van de activiteiten, leuke dingen die we hier op gaan zetten. We zijn begonnen met naailessen, hè? Ja, en meerdere workshops willen we geven. We hebben sinds kort een biljart staan en elke ochtend is de inloop en wordt er flink gebiljart. Er komt in... Met Pinksteren, dat is niet speciaal de cultuur, maar dat is het hele dorp een snuffelroute. Net zoals in Ooi nou vandaag was. En zo zijn we echt de hele tijd van alles aan het plannen. Nou, naast vandaag de voorjaarsmarkt, hè, beginnen alle verenigingen die hier huisvest zijn natuurlijk ook weer. Kijk alsjeblieft op de website. Wil je gewoon een keer iets leuks uitproberen? Kan gewoon. Meld je gewoon aan. Stuur een mailtje. Doe een belletje. En je kunt gewoon eens kijken of het iets voor je is. Welkom. Die Russen die hebben geen rekening gehouden tot op het hoogste inlichtingenniveau. Dat met het feit dat de Oekraïne ook daadwerkelijk in verzet zou komen en inderdaad voor hun leven zou vechten. Ze wisten niet in wat voor oorlog ze waren terechtgekomen. Ze dachten dat ze voor militaire oefeningen naar Wit-Rusland gingen. Ja. En ze dachten dat ze met bloemen onthaald zouden worden. Ja. Ja, absoluut. Die jongens zijn de eerste paar dagen zelfs nog her en der gevoed door de mensen langs de weg. Ja. Maar dat is inmiddels wel anders. De koffiesalon in het cultuurhuis de Kekerdom stond zaterdag 9 april in het teken van de Oekraïne. Hoofdgast was de Oekraïense gordijnkunstenaar Tatjana Kirienko. Zij was lange tijd met haar atelier gordijnkunst gevestigd in het dorpshuis de Kekerdom. Tatjana maakt haar kunstwerken samen met enkele Oekraïense vrouwen. Over deze vrouwen die nu nog verblijven in het oorlogsgebied schrijft zij het blog Helmen vol verhalen. Geert van den Broek leest voor uit haar blog. We worden oorlogsmensen. Ik was in een winkeltje waar alleen het maar verf was.
En ik heb mijn verf gekocht om hier in huis alles opnieuw te verven als het allemaal voorbij is. De blikken waren spiegelend en ik zag mijn reflectie in het daglicht. Ik schrok. Mijn gezicht is grijs. Alle kleur is eruit. En ik herken diezelfde grijze kleur ook bij de andere mensen. Als ik aan jou vraag van, joh, wat kunnen wij nu doen? Wat zeg jij dan? Ik denk dat het heel belangrijk is om te vragen, wat willen de mensen zelf? Hè? Dus ik denk dat dat eigenlijk de grootste les is van, vraag het vooral aan de mensen die hier wonen uit Oekraïne zelf. Van, nou, wat hebben jullie nodig in plaats van dat wij alles bedenken? Want ik merk wel dat wij heel erg snel in die actiemodus komen van, oh, we willen van alles doen. Maar de vraag is, wat hebben ze zelf nodig? Ja. Dat is denk ik belangrijk. Ja. U kunt het blog van Tatjana vinden op de website helmenvolverhalen.nl. De verbondenheid van Tatjana en Oekraïense vrouwen kunt u zien in de uitzending nummer 8 van de Virtuele Herberg. Dit is terug te vinden op de website van Omroep Bergendal. En wilt u meer weten over de koffiesalon? Kijk dan op de website kekerdom.net.